Na die kolen toppen tegen FC Twente met 2-1 gewonnen. Gefeliciteerd, wat vanavond heb je gehad? Ja, fantastische avond. Ik denk dat we als team echt hebben gestreden voor de 3 punten. En ja, dan is het echt super mooi als je deze avond met 2-1 wint. Jij was ook on fire, 2 doelpunten, dat deed je niet verkeerd. Nee, voor mezelf is het heel lekker om 2 doelpunten te maken. Maar ik geniet achteraf veel meer van hoe we als team hebben gestaan en hoe we als team hebben geknokt. En dat doet op het moment veel meer met mij en, dan 2 doelpunten. In ieder geval die aanval, Leorissa, Kolen, hoe gaat dat tussen jullie? Ja, we voelen elkaar goed aan en ik denk dat ik weet wat ik van haar kan verwachten en zij weet wat ze van mij kan verwachten. En dat vult elkaar tot nu toe gelukkig goed aan en nu moeten we het doorzetten. Jullie hebben het nog wel spannend gemaakt, hè? Waarom? Want het was eigenlijk niet nodig. Nee, ik denk dat ze heel ongelukkig 2-1 tegen krijgen en dan maak het jezelf sowieso spannend tegen Twente. Want het is gewoon een hartstikke goede ploeg. En dan ga je toch iets achteruit lopen en dan, dan wordt het nog heel spannend. En je hebt zelf nog de kans om 3-1 te maken en die laten we liggen. En dan wordt het gewoon hele spannende minuten. Het is nog het begin van het seizoen, maar zo'n toppenwin is altijd lekker. Wat zegt dat, dat je nu deze wedstrijd wint? Ja, helemaal niks. Ja, voor nu is het echt een fantastisch gevoel, maar we moeten nu deze lijn gewoon doorzetten en dan nu even genieten en focussen dan op de volgende wedstrijd, want die moet ook gewonnen worden. En voor nu is het lekker, maar het zegt eigenlijk nog helemaal niks. Begin van het seizoen zijn jullie gewoon ongeslagen, er komt nu een interlandperiode aan, er zijn toch nog wel dingen die beter kunnen. Kun je ze benoemen? Ja, nu ben ik nog echt even in de flow van winnen vandaag. En we zullen deze week met de trainer bespreken wat niet goed gegaan is. En er zijn echt nog wel dingen die niet goed gegaan zijn. Maar op het moment ben ik daar met mijn hoofd nog niet aan het denken wat niet goed is gegaan. Die lach komt de rest van het weekend niet meer van jouw gezicht, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet.